Vorig jaar richtte een hevige aardbeving in Nepal veel schade aan. Nu, een jaar later, zijn de gevolgen nog steeds voelbaar in het dagelijks leven van de plaatselijke bevolking. Bijna alle huizen in het Lalitpur-district zijn verwoest of te onveilig geworden om in te wonen. Veel jonge kinderen van arme families moesten verhuizen en een nieuw huis bouwen. Ze lieten alles achter. Het is niet altijd makkelijk om een nieuw leven op te bouwen en nieuwe vrienden te maken. Maar Rohit houdt vol. In Rohit's nieuwe huis is er niet veel ruimte. Hij moet zijn slaapkamer delen met zijn ouders en broertje. Bovendien moet hij helpen met het huishouden. Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft Rohit zijn leven opbouwen. Hij maakt nieuwe vrienden en studeert zo goed als hij kan.